Wij bevinden ons hier in de Gelderse Achterhoek. Ik sta hier boven de Wetering, een rivier die de grens vormt tussen Duitsland en Nederland. Wij bevinden ons hier in het dorpje Serenberg. Het woord zegt het zelf, de berg van ons Heer. De berg van ons Heer verwijst naar Golgotha. En Golgotha verwijst ook naar Jozef Roelof, een van de meest bijzondere inwoners die hier ooit in Serenberg gewoond heeft. Ook wel gekend als Jus van Moeder Griesje. Wij bevinden ons nu in de kringloopwinkel De Zevende Hemel. Op deze plaats werd op 20 februari 1898 het derde kind van Griesje en de lange Hendrik geboren. Namelijk Jus van Moeder Griesje genaamd, beter gekend als Jozef Roelof. En het kind had ogen als hemelen, dat zei de pastoor. Ook zijn heel veel zaken gebeurd die alleen langs bovennatuurlijke weg te verklaren waren. Een wieg die vanzelf begon te schommelen zonder dat er iemand aankwam. Een rammelaar die zich manifesteerde in de wieg zonder dat er iemand was. Ook was hij regelmatig aan het spelen met een bal, met een kindje dat teruggegooid werd en er was niemand te zien. Dus een geesteskind dat hij alleen kon zien. En zo zijn er nog heel veel zaken gebeurd in dit huis die bovennatuurlijk zijn. Nou, ik ben een familielid van inderdaad van Jozef Roelof. Hij heeft hiernaast gewoond op de Zelmsweg. En hij had een bijzondere gave. Ja, van zijn moeder. Ja. Het was een volle neef. Zijn vader was een volle neef van mijn oma. En ik ken alleen het verhaaltje van dat de twee dames bij de pastorie. In de pastorie dan nog? Ja, de deur sloeg dicht en Jozef was toevallig daar in de buurt. Ze konden niet meer naar binnen, maar de fietsen stonden in de gang. En toen ging Jeu zonder iets te doen, verdween hij. In het niets. Hij was dus binnen en deed van binnen de deur open en gaf de dames de fiets. De fiets, dus die waren helemaal van hun apropos. En als hij met Goede Vrijdag, dan was hij altijd heel erg verdrietig. Ja. Dan liep hij hier door de Montferlandse bossen. Ja, dat gaan we straks en dan voelde hij de pijn die Jezus had toen hij aan het kruis gekruist werd. Ja. En dat mijn moeder dan vertelde, als om milieu op visite was, toen liet hij een keer bij ons thuis de tafel verdwijnen naar het plafond, zonder hem aan te raken. Dus, ja. Maar mijn moeder vond dat schijnbaar normaal. Ze vond het ook normaal om mij dat eigenlijk nooit te vertellen, wat ze meegemaakt had. Dus toen was ze bang voor om dat te vertellen? Zo, misschien wel. Misschien omdat je zou denken, maar die is gek of zo, weet ik veel. Ja, zoiets. Wij bevinden ons nu aan de achterkant van het huisje. Dit was vroeger de tuin, waar Jozef af en toe met zijn moeder verbleef. Het is natuurlijk nu helemaal vernieuwd en veranderd en aangepast. Op deze foto kan je zien hoe het hier vroeger uitzag. Dit is natuurlijk nu nieuwbouw, maar het huisje van Moeder Griesje moet er ongeveer zo uitgezien hebben zoals dit hier. Ja, tussen twee oorlogen in, de eerste en de tweede in vorige eeuw, waren er veel rijke en arme mensen. De rijken mochten vooraan in de kerk zitten, de armen moesten achteraan gaan zitten. Nu de moeder van Jus, Griesje genaamd, zat me regelmatig achteraan, met als gevolg dat ze zoals ik nu niet naar voren kon kijken door deze pilaren. Maar er is ook nog een ander verhaal.
Op deze plaats was het dat de pastoor regelmatig predikte over verdoemdheid en een eeuwig branden in de hel. Tot op de dag dat Jeus aanwezig was. Toen Jeus dit hoorde, werd hij kwaad en veerde recht en zegde: meneer pastoor, u bent een leugenaar. De pastoor werd zo kwaad dat hij de ouders van Jeus erbij hield. Maar ook de kapelaan kwam eraan te pas. En de kapelaan die sprak op een gegeven moment tot Jeus en probeerde hem te overtuigen van de verdoemdheid. Maar Jeus werd kwaad en hij veranderde in een, wat wij noemen een oud mens. Zijn stem veranderde en alles wat je maar kunt denken leek van een oud mens te komen. Nu, dat werd later besproken samen met de priester en met de ouders van Jeus. En toen kreeg de pastoor te horen dat Jeus meer wist dan hij. Want Jeus was tenslotte in de hemel geweest. Op deze plaats, deze bibliotheek, bevond zich vroeger het oude schooltje van Jozef. Jozef nam in de school heel weinig kennis op. Hij ging liever spelen met zijn hondje Fanny en trad dan uit zijn lichaam. Ook was het voor hem heel gemakkelijk, hij wist alle vragen reeds op voorhand. Daardoor is hij ook regelmatig door de studies heen gegaan. Hij mocht ook geen enkel spiritueel boek lezen, want alle spirituele boeken zouden hem beïnvloed hebben voor de taak die voor hem weggelegd was. Wij bevinden ons nu in de Montferlandse bossen. Vlakbij het geboortehuis van Jozef Roelof, of Jeus van moeder Krisje. Het is in deze bossen dat Jeus samen met zijn moeder en zijn broers en zusters regelmatig kwam wandelen, zelfs uit het lichaam trad, maar ook een bezoek bracht hier aan het Jodenkerkhof. In het Seelenbergs het Judenkerkhof. Waarom wordt dit zo genoemd? Omdat hier de Joden begraven liggen. Het lichaam van een Jood is onrein. Het mag dus niet in het centrum begraven worden, maar alleen buiten het centrum. Ook is het zo dat een Jood zijn graf steeds ongeschonden moet blijven. Sommigen liggen hier al 200 jaar en zullen hier zelfs nog veel langer liggen, want men denkt nog altijd dat men met zijn lichaam wederop zal staan, zoals Jeus bewezen heeft dat het niet zo is. Ook is de jaartelling totaal anders, zoals je op dit graf hier kunt zien. Die man is gestorven in 1914 van onze jaartelling en volgens de Joodse jaartelling was het jaar 5674. Wij bevinden ons hier nog steeds in de Montferlandse bossen. Als ik die richting uit ga, ga ik naar Montferland, de plaats waar de rijken verbleven. Ga ik die richting uit, ga ik naar de hut van Sint van Tien, ook naar de molen, maar die is momenteel in restauratie, dus die kunnen we niet bezoeken. En als we verder naar daar gaan, hebben we de Montferlandse weg. Wat gebeurde er op de Montferlandse weg? Toen Jozef met Krisje aan het wandelen was, kregen ze een visioen. En ze werden meegenomen naar Golgotha. En meestal gebeurde dit rond de tijd van Goede Vrijdag. Want Jozef, steeds rond de tijd van Goede Vrijdag, werd hij heel depressief. En moeder wist soms niet waarom. Maar met dit visioen kon ze begrijpen wat Jezus eigenlijk moest meemaken. Dit visioen was ook een begin om hem sterk te maken voor wat er allemaal nog te wachten stond. Ook ging hij regelmatig met zijn meester Alkaar hier wandelen in de bossen, met zijn hondje Fanny en met de kinderen spelen op de wolken. Zulke dingen zijn allemaal gebeurd hier in deze Montferlandse bossen. Goeiedag. Dus, goeiedag. Hi. Welkom in Seerenberg op begraafplaats Goede Herden. Okay. Ik hoor dat jullie hier opnames willen gaan maken om een documentaire te maken over deze begraafplaats en mensen die hier begraven liggen. Ja, wat een toeval dat wij voornemens zijn om deze begraafplaats te gaan herstellen. En een aantal graven gaan we hier opknappen, of eigenlijk alle graven willen we hier gaan opknappen,
dat deze begraafplaats weer toegankelijk gaat worden voor het publiek. En wij hopen dat de gemeenteraad hier in het najaar zijn krediet daarvoor gaat verstrekken, zodat we dat volgend jaar kunnen gaan oppakken. Ja. Het gaat een 10-jaren project worden, dus het zal niet in één keer gereed zijn, de begraafplaats. Nou, het is de bedoeling dat in de toekomst deze begraafplaats weer toegankelijk is. Laten we eens even gaan kijken. Zullen we even kijken? Ja. Ja, want je moet gaan kijken naar de namen allemaal, hè. Ja. Wij bevinden ons nu op het oude kerkhof, waar heel veel mensen begraven liggen die Jeus gekend hebben. Onder andere de vader van Jeus, Hendrik Roelofs, lag ook hier begraven. Maar dit graf is ondertussen wel geruimd. Maar we gaan nu even kijken naar de engelen en het kruisbeeld dat hier onder deze boom staat, waar Jeus zo naar opkeek. Hey, wat kregen we nou? Ja, hier zou normaal een kruisbeeld moeten staan met twee engelen. Maar blijkbaar is dat verdwenen. Jeus als kind keek daar heel erg naar op, naar dit beeld. Maar naar ik gehoord heb, zou dit nu op het nieuwe kerkhof moeten staan. Dus we zullen daar ook nog een kijkje moeten gaan nemen. Ja, het kruisbeeld hebben we niet gevonden. Maar wat we wel hier op dit kerkhof gevonden hebben, is het graf van de baron, baron Hugepoot. En baron Hugepoot was de baron die op het kasteel woonde. En de vader van Jozef moest regelmatig wijn leveren aan het kasteel en kon ook regelmatig in de plantage zingen. Dus die twee hebben elkaar heel goed gekend. Hier vinden wij het beeld terug met de twee engelen waar we op het oude kerkhof achter zochten. Dit is verzet omdat men hier het nieuwe kerkhof wou openen met dit beeld dat toen ginter stond. Het oude kerkhof is buiten gebruik. Waarom wil ik hier juist dit beeld hebben? Wel, ik heb u een gans verhaal te vertellen over wat de Christus 2000 jaar geleden gezegd heeft. En dat ga ik nu doen. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het nu nog niet dragen. Wanneer hij echter komt, de geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal mij verheerlijken, omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. De katholieke kerk zegt: ja, dat is de Heilige Geest. Maar we weten allen dat bij de doop van Jezus de Heilige Geest als een duif op Jezus zijn hoofd neerkwam. Dus die bestond al, de Heilige Geest, toen. En hij sprak ook over een persoon. En die persoon zei: ik zal alles uit mij nemen en hij zal mij verheerlijken. En gans het leven van Jezus stond in het teken van Jezus Christus. Ook de boeken die Jozef geschreven heeft worden de Universiteit van Christus genoemd. Dus alles wat in de boeken staat is geput uit de leringen van Jezus Christus. Dus hij zei: hij zal mij verheerlijken. Dat is ook wat Jozef dus zijn leven gedaan heeft.